Beyblade, Beyblade, let it rip. De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Spinnen steeds harder, toon ze de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. In Beyblade. Rayuga komt aan bij het verloren koninkrijk van Hades en daagt Rago uit voor een B-gevecht. Rayuga is vol vertrouwen, maar komt er snel achter dat zijn El Drago een sterke tegenstander gevonden heeft in de vorm van Rago's B, Nemesis. Rayuga wordt teruggedreven door de kracht van Nemesis tot groot plezier van Doji, die hem treitert tot op het bot. Rayuga geeft zich niet zomaar gewonnen en hij valt opnieuw aan met zijn El Drago. Kenta, Jinga en Madoka komen precies op het moment dat Rago zijn special move Armageddon lanceert. En er ontstaat een gigantische explosie. Rayuga wordt omvergeblazen, komt heel hard neer op de stenen vloer en raakt bewusteloos. Jinya, Madoka en Kenta zijn geschokt en Kenta schreeuwt Rayuga's naam. Maar zijn voormalige reisgenoot kan hem niet meer horen. De verdwenen ster van de vier seizoenen. Rayuga! 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 How full, Rayuga! Kom op, Rayuga! Dit kan niet! Rayuga! Word wakker nu meteen! Doe nu alsjeblieft je ogen open! Je laat me nu niet in de steek na alles wat we hebben meegemaakt, oké, Rayuga? Rayuga! Dit kan niet! Dit is niet waar! Dit is wat er gebeurt als je ons wilt tegenhouden. Begrijpen jullie het nu allemaal? El Drago zal nooit meer draaien! Het is voorbij! Stelletje monsters! Dit zal ik jullie nooit vergeven, hoor je me? Ons vergeven? De B van het zonnestelsel die de kracht van het Star Fragment bezit, is uitgeschakeld. Begrijpen jullie nou werkelijk niet wat dat betekent? Het betekent dat de barrière van Zeus nu nooit meer compleet gemaakt kan worden. Lang geleden was de kracht van Gaia de manier voor de bladers van het zonnestelsel om de god van verwoesting op te kunnen sluiten. Dus we hebben nu de mogelijkheid verloren om de kracht te gebruiken van onze moeder aarde. En ik ben bang dat we het nu zelf moeten doen. Jullie legendarische bladers van de vier seizoenen hebben hier zelf voor gekozen. Als je iemand de schuld wil geven, geef dan die domme worm de schuld. Die dacht dat hij de god van verwoesting in zijn eentje kon verslaan. Ik denk dat het zijn laatste vergissing was. Hou je mond! Huh? Jij weet helemaal niks over Rayuga, lelijk monster dat je bent. Huh? Wow, Jinga! Ik heb heel vaak mijn leven op het spel gezet om tegen Rayuga te kunnen vechten. En ik kan niet zeggen dat hij echt onze vriend was. Maar toch! Rayuga heeft trainingen gedaan die niemand van ons zich maar kan voorstellen. Dat moest hij wel om de kracht te krijgen die hij had. Hij was niks anders dan elke blader die gewoon de beste wil zijn. Zeker weten, op het laatst was hij zelfs sterker dan ons allemaal. Rayuga was mijn sterkste tegenstander en hij is onvervangbaar. Ik mocht hem totaal niet, dat geef ik toe. Maar ik leg me er niet bij neer dat jij zo over hem praat. Oh, Jojo! We gaan dit doen. Ook al hebben we niet de hulp van Gaia achter de hand. Wij zullen jullie verslaan, hoor je me? We zullen met onze eigen handen onze toekomst beschermen. Aan de slag, allemaal! Ja! Wat een tijdverspilling. Rago! Ik zal jullie ook allemaal naar Hades sturen, nu meteen! Let it rip! Ga nu, Cosmic Pegasus! Fang Leon! Mercury Anubius! Very Ares Beatty! Scythe Kronos! Jade Jupiter! Enter Orion! Yes, Quetzalcoatl! Het heeft geen zin! Diablo Nemesis! Nemesis bezit de
dezelfde hoeveelheid kracht als alle beesten van de legendarische bleders bij elkaar. Als ze van voren aanvallen, worden ze direct weer weggeblazen. Dat betekent dat wij je nu moeten gaan helpen. Kom op, jongens. Tsubasa, you. Oh ja. Oké. En jij dan, Kenta? Huh? Had ik alleen maar... Als ik zelf ook vol had gehouden, dan was dit nooit gebeurd met een bleder als Rayuga. Dus ik zal nu mijn uiterste best moeten doen. Ik zal vechten voor Rayuga. Dat ben ik hem verplicht. Let it rip! Val nu aan, Blitzstriker! Earth Eagle! Ga nu, Flame Sagittarius! Libra, geluidsgolf! Circles! Hij heeft nu de kracht van Striker, Libra en de rest. Jullie moeten begrijpen dat Nemesis niet alleen maar de kracht heeft van de beest van de legendarische bleders. Toen hij de kracht opslokte van jullie legendarische beest was dat niet alles. Hij kreeg ook nog de kracht van elke bee waar hij tegen vocht. Van jullie eerste gevecht tot het laatste. Wat zei je daar? Dat kun je niet menen. Zelfs als jullie allemaal tegelijk aanvallen maakt dat helemaal niets uit. Jullie maken geen kans. Nee hè? Wat kunnen we nou eigenlijk nog doen? Samenwerken. Ook al bezit hij de kracht van al onze beest, hij is maar in zijn eentje. Zo is dat. We moeten onze krachten combineren en samenvechten. Hey King, zorg dat hij niet beweegt. Zelfs al is het maar voor heel even. Huh? Waarom ik, maat? Barry Harris is de enige die dat kan. Doe het. Terwijl hij dat doet, gaan wij in onze gevechtspositie. Huh? Oh, ik snap het. Je kunt op me rekenen. Barry Harris! Zelfs al zou je alle kracht van Barry Harris gestolen hebben, jij kunt niet linksom draaien, hoor je me? Blokkeren! Schild van Harry! Klaar? Ga nu meteen allemaal achter mij staan! Anubius en Jupiter, pak de rechterkant! Orion en Leon, volg mij op links! Pegasus, blijf direct achter Kronos! Begrepen! Ik zal een opening maken voor jullie. Jullie volgen mij allemaal en vallen aan beide kanten aan in de juiste volgorde. Jij gaat als laatste, Jinga. Gebruik de special move en de aanval zoekt Pegasus als laatste. Kom op, laten we hem gaan afmaken. Komt goed. Sorry, maar wat moet ik dan nu gaan doen? Val hem aan zoals je wil. Huh? Raak hem zodra hij switcht naar zijn prestatiepunt aanval. Want dat is het moment dat zijn verdediging het zwakst is. Jongens, ik hou het niet veel langer meer. Ga nu, Titi. Zeker beter, grote reis. Zet Vulcano. Woehoe. Sla hem helemaal plat, Zet Vulcano. Mooie actie. Goed gedaan, Titi. Geef niet op, Barry Harris. Dat dacht ik niet. Nemesis. Nu, kom op. Oké. Hemel en aarde aanval! Anubius, moedige inslag! Orion Primax Nevel! Kom op, Jupiter, mega bliksem! Nemesis, hij wankelde! Brul keihard, Leon! Koningsleeuw, tandenbreker! Nu, Jinga! Ah! Oké, daar gaan we! Special move! Pegasus! Hey, Monster Tornado! Oké, ga ervoor, maat! Jinga! Waar is Nemesis? Heeft het gewerkt? Oh nee! Dit kan niet. Is hij na al die aanvallen nog steeds niet verslagen? Ongelooflijk! Die aanvalsgolf had hem op zijn minst moeten beschadigen.
Huh? Wat is dit? Een stelt semi-verdedigingsprestatiepunt? Dat is een verdedigingssoort prestatiepunt. Een verdedigingssoort, zei je? Het prestatiepunt van Nemesis had toch twee mogelijkheden? Aanval en uithoudingsvermogen? Nemesis kan veranderen. Van aanval naar ultieme balansmodus. Snap je, kleine wormen? Door het Diablo-combiwiel samen te voegen met dit prestatiepunt, als jullie het willen weten. Het combiwiel samenvoegen met het prestatiepunt? Oh, nu snap ik het. Dat verklaart het van daarnet. In de ultieme balansmodus kan Nemesis automatisch switchen tussen drie soorten prestatiepunten. Aanval, verdediging en uithoudingsvermogen. Hij bezit de krachten van elke B in de wereld, begrijp je? Elke B! Hij heeft de beste aanval, verdediging en uithoudingsvermogen. Het is de sterkste B uit de geschiedenis! Dat is de Zwarte Zon! De god van verwoesting, Diablo Nemesis zelf! Ik heb al jullie aanvallen tegengehouden, allemaal! En nu is het mijn beurt om aan te vallen! Pegasus! Jullie zijn zo bij jullie onvervangbare tegenstander. Lelijke wormen, ga klaarstaan! Zielige legendarische bleders, is dat alles wat jullie kunnen? Hé, hey, maat! De legendarische bleders zijn niet je enige tegenstanders! Striker! Kom op, ga nu, Eagle! We moeten de anderen nu meteen helpen! Libra! Waar bemoeien jullie je mee, stelletje dwergen? Kijk maar rustig naar de laatste momenten van jullie vrienden! Niet door tegenhouden! Pegasus! Ga nu, Leon! De zwak! Nog een keer, Fairy Ares! Kronos! Dat heeft geen zin! Hij is gewoon een monster! Wat gebeurt er met ons als dit allemaal zo doorgaat? Het is voorbij. Ah, Dynamis? Meneer Dynamis? We hebben niet genoeg strijders om de kracht van Gaia op te roepen. Zonder de kracht van alle vier de legendarische bladers van de vier seizoenen kan de barrière van Zeus niet gemaakt worden. Dan lukt het ons nooit meer om Nemesis op te sluiten. In het kort komt het erop neer dat dit het einde van de wereld is. Zonder de kracht van Gaia kan Nemesis niet opgesloten worden. Nu jullie de kracht verloren hebben, is er maar één lot dat jullie te wachten staat. Oh jongens! Ik weet dat dit moeilijk te accepteren is voor jullie legendarische bladers, maar ik ben bang dat dit het lot is dat de hemel voor jullie heeft uitgekozen. Jullie zullen verdwijnen, samen met de rest van de hele wereld! Onmogelijk. Dit kan niet waar zijn. Is dit de toekomst die wij hebben gekozen? Het kan niet waar zijn. Echt niet. We zullen door blijven gaan tot het bittere einde. We zullen je verslaan. Wacht jij maar af. We openen de weg naar onze toekomst met onze eigen handen. Heb je me gehoord?
Ik had toch al gezegd dat dit geen zin heeft? Zelfs op dit moment is de zwarte zon de aarde aan het overnemen. De tijd dat de voorspelling van koning Hades gaat uitkomen is voor ons allemaal aangebroken. Nee, het is niet waar. Nee. Huh? Jenga! Allemaal. Wat moeten we doen? Is het echt allemaal voorbij voor ons? Oh, Madoka. Huh? Nee, dat is het niet. De eerste keer dat ik Jenga ontmoette, allerlei gevechten met allerlei soorten vrienden, daar heb ik zulke geweldige herinneringen aan. En ik wil niet dat dat voorbij is. Worden, totdat Rayuga echt aan onze kant zou meevechten. Maar toen faalde ik. Dat is waarom ik zal vechten. Ik vecht in plaats van Rayuga. Je kunt dit aan, Sagittario! Kom, pak hem aan! Wat irritant! Je bent zelfs nog lager dan een worm, jij kleuter! Sagittario! Sagittario's klauwen zijn weg! Stop nou! Stop hier nou mee! Alsjeblieft, Kenta kan het niet meer aan! Ga uit de weg! Madoka! Dit gaat fout. We moeten Kenta helpen. Nu meteen. Ja! Ego! Jullie leren het ook nooit. Jij kan niks. Kijk naar jezelf. Als je dan zo graag wilt verliezen, maak ik er nu een einde aan. En ik begin met jou. Kenta! Kenji! Maak dat je wegkomt, Kenta! Rayuga, je bent oké. Die ene keer, het was maar voor een heel klein moment, was ik serieus. Ik beloofde het. Neem het! Kenta! Rayuga! Wat is dit? Wat gebeurt hier toch allemaal? Wat is dit voor een kracht?
Hyuga. Rayuga! 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 Oh nee! Rayuga! Rayuga! Maar dat kan niet! Moet je kijken! Huh? Sagittario is veranderd! Kenta, jij bent... Ik zal je dit betaald zetten, Rago. Ga nu, Sagittario!